Goeiedag, ik ben Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. En vandaag wil ik wat nieuws met u gaan doen. Ik zit op dit moment achter de Bloomberg Terminal en ik wil een aantal grafieken met u gaan bespreken. Ik wil beginnen met de Dow Jones. En het leuke van de Bloomberg is dat je heel ver terug in de tijd kan gaan. U ziet nu bijvoorbeeld de Dow Jones tussen 1896 en 2016. En kijken we naar deze grafiek, er vallen een aantal dingen op. Onder andere, als het goed is kunt u ook mijn muis zien, de grote financiële crisis van 2008, toen aandelen halveerden. En dit lijkt het meest heftige punt in de grafiek. Dat is niet zo, want op het moment dat wij van een normale as gaan we even een logaritmische as van maken, zodat we procentuele veranderingen in het verleden goed kunnen zien. En dit is nog steeds 1896 tot en met 2016. En wat blijkt, de grafiek ziet er heel anders uit. Gaan we naar de financiële crisis van 2007-2009, dan is de Dow Jones nog steeds gehalveerd. Maar het meest heftige punt in de geschiedenis was 1929 tot en met 1932, toen de Dow Jones van ruim 340 punten zakte naar 42 punten. En de belangrijkste les die ik u wil meegeven hier aan is: kijk nooit naar een grafiek die logisch verdeeld is. Want op het moment dat je een grafiek hebt, zoals we altijd naar grafieken kijken, dan missen we het belangrijkste. Als tweede grafiek van vandaag wil ik aan u laten zien mijn favoriete grafiek om te meten hoe het gesteld is met de eurocrisis en of er nog een eurocrisis is. En daarvoor kijk ik naar Target 2. En Target 2 laat zien wat het verschil is tussen de goeden die centrale banken bij elkaar hebben. Dus ik ga bijvoorbeeld even het Target 2 van Italië opzoeken. Het land met de meeste europroblemen. Italië, kijk, daar is hij. En dan gaan we even een grafiekje van maken. En we maximaliseren de grafiek. En dit is de Target 2 van Italië. En dit laat zien dat Italië, de centrale bank van Italië, nog 350 miljard euro moet betalen aan andere centrale banken in Europa. Hoe komt dit? Op het moment dat u een rekening heeft bij een Italiaanse bank en u boekt geld over naar een bankrekening in Nederland en Duitsland, dan heeft de bank twee opties. Optie A, de bank in Italië stuurt meteen het geld naar de Nederlandse bank en u kunt erover beschikken. Of optie B, de Italiaanse bank heeft geen geld en die vraagt dan aan de centrale bank van Nederland of Duitsland: ik heb het geld niet. Maar die persoon heeft toch geld overgeboekt van Italië naar Duitsland of Nederland. Zou de centrale bank van Duitsland of in Nederland dat bedrag kunnen voorschieten? We hebben dit afgesproken bij de start van de euro in 1998. Met als idee: banken werken altijd met een hefboom. De ene dag heb je te veel kapitaal, de andere dag heb je te weinig kapitaal. Dus is het mogelijk om te zeggen: het kapitaal komt later. Natuurlijk nooit rekening mee gehouden dat er een eurocrisis kan ontstaan. En u ziet ook dat in de financiële crisis was er geen enkel probleem. Italië betaalde altijd netjes het geld. Maar vanaf 2011, toen de eurocrisis begon, kon Italië niet meer. Dus op het moment dat iemand geld overboekt van Italië naar Duitsland, Nederland of een ander rijk land, dan zeggen heel vaak banken: ik heb het geld even niet. Centrale bank van Nederland of Duitsland schiet het maar eventjes voor. Dus Italië moet op dit moment 354 miljard nog betalen aan de rest van Europa. En u ziet waar die lijn naartoe gaat en het is niet echt bemoedigend. Nu wil ik de Target 2 als derde grafiek van Duitsland laten zien. Target 2 claims Germanië. Het is allemaal in het Engels natuurlijk bij Bloomberg. En dan doen we een year-to-date grafiekje. Ja, dit is de Target 2 van de afgelopen maanden van Duitsland.
En u ziet dat in het begin van het jaar Duitsland nog recht had op 580 miljard van de rest van Europa. En dat het bij 1 oktober was opgelopen naar 716 miljard. Dus dit betekent dat Duitsland nog wacht op 716 miljard van geld dat ze krijgen van andere centrale banken in Europa. En het gevolg daarvan is dat ik denk dat de onevenwichtigheden in Europa eerder groter worden dan kleiner. Bijna niemand kijkt hier naar. Het is echt heel specialistisch, maar ik denk dat het essentieel is om de target-to-balansen in de gaten te houden. Want op het moment dat dit project ooit nog een keertje stopt en we zeggen van we kappen met de euro, we gaan de tegoeden niet meer terug te betalen, dat is Duitsland 715 miljard kwijt. Dat is een hoop geld. Waarschijnlijk zijn jullie ook nieuwsgierig naar Nederland. Dat had ik net niet bij gedacht, want ik zelf kijk altijd naar Duitsland, omdat het met stip het grootste land in Europa is. Maar ik denk dat ik Nederland ook wel eruit kan halen. Ja, kijk. En Nederland heeft nog 88 miljard te goed van de rest van Europa. Een heel stuk kleiner. Maar ja, wij hebben 16 miljoen inwoners en Duitsland heeft volgens mij ruim 80. Dus er zit wel een groot verschil tussen. Tijdens deze live met Bloomberg heb ik 5 grafieken. U hebt er 3 gezien, maar u krijgt er nog 3, omdat dit een extra grafiek was. Er vielen een aantal dingen op deze week. Eentje daarvan is dat de euro, onze nationale munt, Europese munt, onder druk is komen te staan. Want als we dan kijken naar de laatste paar maandjes, dan blijkt dat de euro op de laagste stand staat sinds, nou ja, van het afgelopen half jaar. En vooral de afgelopen week ging het erg hard. Want we zijn van 1,12 naar 1,09 gegaan. En dan de vraag is van, waarom staat de euro onder druk? Nou ja, dit is niet met de gevolgen in Europa of door Europa. Het komt door wat er in de Verenigde Staten aan de hand is. Gaan wij naar de grafiek in de Verenigde Staten toe. Dan wil ik als laatste grafiek van vandaag de rente laten zien van 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties. En u ziet dat deze koersen op 100 stonden in augustus en nu op 97. Dat betekent dat beleggers Amerikaanse staatsobligaties aan het verkopen zijn. En als u de theorie kent, dan weet u dat staatsobligaties die dalen ervoor zorgen dat de rente stijgt. Dus op het moment dat we dan naar de rente gaan, zelfde grafiek, alleen omgedraaid, dan staat de Amerikaanse rente op de hoogste stand van de afgelopen jaren. Dit waren de 5 grafieken die ik aan u wilde laten zien vandaag. Op het moment dat u zoiets heeft van, ik vind dit leuk, ik wil vaker 5 grafieken van Karel zien, dan ga ik het zeker weten doen. Like dit bericht, zet wat in de comments, stuur me een privébericht. Het maakt me allemaal niet uit, maar in ieder geval, laat wat van u horen. Ik wens u een fijne zondag en u ziet mij binnenkort weer. Tot kijk!